In het vorige filmpje heb ik laten zien hoe we met een bestaande handstander op de ontvanger een nieuwe handstander kunnen programmeren. Inmiddels is er een nieuwe generatie handstanders van Nuys die er identiek hetzelfde uitzien, alleen een ander printje van binnen hebben. En daarbij is de procedure net iets anders. Ik ga het een keer laten zien. We drukken dadelijk 3 seconden op de nieuwe zender. Dan drukken we 3 keer een seconde op de oude handstander. Daarna 2 keer een seconde op de nieuwe handstander. En dan moet die geprogrammeerd zijn. Nou, we beginnen met 3 seconden op de bestaande handstander. 21, 22, 23. 1, los. 2, los. 3, los. 1, los. 2, los. Op dit moment wachten we eventjes een aantal seconden, zodat de ontvanger weer uit zijn programmeermodus kan. En u ziet, de nieuwe handstander functioneert ook gewoon.